Goedemorgen, het is 8:30 en ik zit beneden op de bank. Ik zit mega verstopt en ik was heel vroeg wakker van Pep, want hij was echt mega druk. Echt niet normaal, hij heeft echt de hele plant weer overhoop gegooid. En er zitten dus in de plant van die kleine stenen balletjes, hoe noemen ze dat ook alweer? Ja, weet ik niet, maar dat is dan om hem om te potten en dan blijft het, weet ik veel, voor dienen, voor het water of zo. Dat is dan... goed water opneemt. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Maar hij gaat dus altijd op zoek naar die stenen balletjes. Dus dan gaat hij helemaal zo in die plant graven. En heeft hij zo'n balletje. En dan gaat hij echt de hele kamer door met een balletje. En dat maakt echt freaking veel herrie natuurlijk. Dus de plant ziet er nu ook echt zo uit. Het tafeltje staat ervoor. Kun je het zien? Ik hoop dat je het kan zien. En ik ben dus echt heel erg verkouden geworden, denk ik, vannacht. Maar ja, het regent buiten. Het is rot weer. En op zich is het wel lekker dat ik vroeg wakker ben. Want dan kan ik vandaag ook lekker veel doen. Maar ik ben wel nog een beetje moe. Dus misschien dat ik nog wel even probeer op de bank te slapen. Maar dan ga ik nu eerst eventjes gewoon kleine dingetjes vast doen. En als ik dan het belangrijkste gedaan heb, dan kan ik nog wel eventjes een filmpje kijken op de bank. En als ik dan in slaap val, is het ook prima. Verder moet ik vanmiddag werken. 1 uur. En... ik heb het gevoel dat ik vanavond ook iets heb. Nee, eigenlijk niet. Ja, het is natuurlijk woensdag, dus het is nog steeds heel raar met de radio. Omdat ik eigenlijk altijd radio heb, maar ja, dat heb ik nu dus niet meer. Voor de nieuwe kijkers, er zijn er echt een hoop bijgekomen. En daar ben ik super blij mee. En wat leuk dat je kijkt. Ik hoop dat je het ook leuk vindt om naar mij te kijken. Ik deed altijd radio op woensdagavond. Gewoon hier, de lokale zender in Veenendaal. Een uurtje met 2 vrienden. Alleen sinds kort doe ik dat niet meer. En dat is een beetje wennen. Want dan heb ik ineens een woensdagavond vrij na 5 jaar. Dus ik ga gewoon even boodschapjes doen na het werk. En dan lekker eten. Ik denk hutspot. Maar dat betekent wel dat ik even naar de Hema moet voor een Hema worst. Want die Unox worst is toch niet zo bevallen hoor. Ik vind Hema worst gewoon echt het lekkerst. Ik heb weer herinneringen op Facebook. Het zijn echt super leuke. Je zong echt super vanavond, schatje. Echt super trots. Het is 18 december 2012, maar ik kan me dus gewoon niet herinneren waar ik toen gezongen heb. Maar dat was super lief van Nick. Dat is echt... oh. En deze dan. Annemieke Tamminga. Kleine Joep is 4 dagen hartstikke ziek. Zo zielig, maar gelukkig willen Sophie Hol en Jeditje Burgers vandaag voor me werken. Kan ik bij hem blijven? Dat was de fase dat ze nog blij was dat ik te werkte, denk ik. Dat is 2011 gewoon, dus dat is echt al 4 jaar geleden. Niet normaal. Je dit jaar, dat is mijn vriendinnetje en die werkte er toen nog en die werkte nu al niet meer. Leuke tijd. Ja. Ik vind die herinneringen op Facebook echt super leuk. Ik heb dus ook gewoon een melding aanstaan dat ik standaard elke dag een melding krijg van... je hebt een nieuwe herinnering en niet af en toe, weet je wel. Je kan het aanzetten en het is echt leuk. Je moet het echt doen. Het is elke dag toch weer een soort momentje van... ah, dat was leuk, weet je wel. Want meestal zet je de leuke dingen op Facebook, de niet leuke dingen... Ja, sommigen doen dat ook, maar ik moet zeggen, ik denk dat de meesten het niet doen. Ik deed het ook niet, ik deed alleen de bijzondere leuke dingen. En als je die dan elke dag terugkrijgt, het is echt een leuke herinnering. Echt, dat vind ik echt iets van Facebook waar ik blij van word. En dat zijn ook wel de momenten dat ik denk, ik zet er zo weinig op. Misschien moet ik er toch weer iets opzetten, zodat ik dan over een jaar weer een leuke herinnering heb. Want ik heb er dit jaar, ik kan wel even checken, wanneer ik voor het laatst iets op heb gezet. De Facebook van Sophie Straalt zet ik trouwens wel veel op. Maar mijn eigen Facebook heel weinig. Oh ja, Nick heeft de kerstboom op Facebook gezet. En daar heeft hij mij in getagd. Die deed het trouwens echt super goed. Die heeft gewoon... ja, super goed, sorry. Dus voor mij super goed. Die heeft 52 likes. En 10 reacties. Maar ja, die heeft Nick er eigenlijk op gezet. Dus die mag ik eigenlijk al niet meetellen. Even kijken hoor. Die heeft mijn vader erop gezet. Die heeft... mijn neef. Oh ja, het laatste wat ik erop gezet is 1 december. En dat was, is er iemand die ik een plezier doe met mijn witte kerstballen? Omdat ik ze dus van glas waren en ik ze niet kon houden vanwege Pep. En daarvoor... ik word heel vaak getagd in dingen, maar ik zelf zet er echt bijna niks op. Ik heb 20... september mijn profielfoto bewerkt. Dus van 1 december gaan we naar 20 september. En dat is niet eens een bericht. Dat is alleen maar een foto. Oh, dit is echt erg. Ik zet er echt heel weinig op gewoon. Alleen maar berichten waar ik ingetagd word. En dan gaan we terug naar 10 augustus. En daar heb ik dus mijn
kun je dat zien? Omslagfoto bijgewerkt in PEP. Nou, hier werd ik getagd, daar werd ik getagd, hier werd ik getagd, hier werd ik getagd, hier. Nou, en hier heb ik dan mijn profielfoto veranderd. Maar dat is het gewoon. Ik moet er echt meer op zetten. Dat kan gewoon niet. Alleen mijn liefde hier. Ik ben vlogs aan het vooruit editen terwijl het beest hier slaapt. Dus het is niet handig, maar het is wel heel gezellig. Hier heb je zo'n lief poesje. En ik kijk ook een filmpje op Netflix. Hij heet... Ik weet het niet meer. Postgrad? Oh, postgrad. Ja, ze is net afgestudeerd. Maar het is wel leuk, maar niet heel bijzonder. Ik ben ondertussen opgemaakt en ik kreeg dus ineens het mega verlangen naar tosti. Maar toen kwam ik, toen haalde ik de kaas uit de koelkast en toen kwam ik tot de conclusie dat ik nog maar een half plakje kaas had. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb dat half plakje erop gedaan en verder... Poes is heel erg aan het zeuren. Heb ik dus geraspte kaas. Ja, ik weet niet, misschien smaakt het wel heel anders, maar het zou eigenlijk niet mogen, want het is alle twee jonge kaas. Nou, ik ben benieuwd. Ik moest gewoon tosti hebben nu, hoe dan ook. Dus ik ga dit gewoon proberen. Dan ga ik lekker opeten. Het is ondertussen 10:30 en ik heb wat foto's gemaakt voor mijn producten. En ik heb 3 vlogs geëdit, dus daar ben ik super blij mee. Dan hebben we de komende dagen die last een beetje van me af. Ik moet eigenlijk wel nieuwe bloemen hebben, zit ik na te denken. Op zich kan het nog wel. Deze bloemen waren geen succes. Gewoon een probleem met Pep en daarna zijn ze nooit meer echt... bijgekomen van de klap die ze hebben gehad. Ik heb nog steeds de rotzooi niet opgeruimd. Oh, wat erg. Ik moet eigenlijk even stofzuigen. Want ook die kerstboom, jongens. Moet je dit zien. Die naalden die er... Nou, wat is er toch met jou aan de hand? Die naalden die ernaast liggen en... Oh. Maar ik moet gewoon vandaag zuigen. En ik heb zo geen zin om te zuigen. Ik ga eerst tosti eten en dan daarna een beetje opruimen. En ik ga na het werk boodschappen doen, heb ik besloten. Want ik... heb nu eventjes gewoon geen zin om het huis uit te gaan. En ik wil even bij Pep blijven. Want die is hierna toch alweer 5 uur alleen. En dat is toch wel weer sneu. Vooral als die zo druk is als nu. Tot die tijd. Ik vind het apparaat dat wij hebben niet zo fijn. Want die heeft zeg maar altijd zo'n, ja, zo'n hard gedeelte in het midden. En de ene korst neemt hij niet mee. Omdat het niet past. Ik zou graag nog eens een keer zo'n grote soort grill willen. Zeg maar. Dat vind ik relaxter. Dit is, ja, jammer dat dit dan zo hard is. Tijd om aan het werk te gaan. Haha. Nou, ik moet zeggen, ik zie er niet echt tegenop. Het wordt steeds beter, het gaat steeds makkelijker. Ik had toevallig gisteren met Nick over, mijn oom zei zondag, mijn oom uit Spanje, zei zondag van, goedemiddag, van ja, het is zo vies straalt, maar ja, ik zie je steeds minder stralen en het is steeds meer ongelukkig. En je moet nou wel weer een beetje gaan stralen hoor. En dat vond ik echt zo lief. En Nick zei dus gisteren van, hij had wel echt een punt hoor. Hij zegt, je moet echt gewoon loslaten en je moet weer gaan stralen. Je heet niet voor niets of je straalt. Dus dacht ik, ja, dat is waar. En de laatste vlogs zijn inderdaad best wel verdrietig geweest. Ach, en dat spijt me. En ik ga mijn best doen om het langzaam allemaal weer op te pakken. En jullie maken me heel gelukkig, elke keer weer. Echt, mijn abonnees zijn momenteel echt een soort van aan het ontploffen. Waar het vandaan komt? Hoe dan, weet je wel? Normaal had ik er echt iets van 3 per dag bij. Gisteren had ik er 40. Wauw, waar komen jullie vandaan? Ik vind het echt super vet. En ik ben jullie heel dankbaar. Maar waar komen jullie ineens vandaan? Hoe vinden jullie me ineens na 9 maanden? Echt super leuk. En dat maakt me heel gelukkig. Dus ik beloof bij deze... dat we vanaf nu steeds meer Sophie straalt krijgen en minder Sophie huilt. En nou ja, dat gaat op zich ook wel goed. Ik weet dat mijn oom vrij is vandaag. Heeft er ook wel mee te maken dat ik er niet zo tegenop zie. Maar alsnog, het werken wordt wel weer oké. En het is nog maar 2 weken en dan is het voorbij. Een nieuwe start. Misschien is het ook wel tijd voor iets nieuws in mijn leven. Ook al, ja, doet dat even zeer. Het werk zit erop. Jullie zien me bijna niet, maar het is echt heel vies weer. Het miezert hard, zeg maar. Het is harde miezer. Ik ben nu onderweg naar de Jumbo. Ik ga even soep halen voor vandaag, want ik wilde graag soep eten. Oh, ik wilde eigenlijk naar Albert Heijn. Ik wilde verse pesto. Nou, dan moet ik toch maar van die Jumbo proberen. De verse pesto van de Appie is heel lekker.
En de Jumbo heeft hem ook, maar dan durf ik hem nooit te proberen omdat ik zo bang ben dat hij tegenvalt. En dan vind ik 3 euro toch wel veel, maar ik ga het dan gewoon een keer proberen nu. En dan soepie, halfbakbroodje, of meer gewoon een stokbrood. Hamburgers heb ik nog. En nou ja, even kijken wat ik meeneem, nog iets lekkers of zo. Ik ben morgen de hele dag vrij. Heb ik nu al zin in. Echt, ik ga wel echt weer hard aan mijn scriptie. Op zijn minst 2 inhoudsanalyses maken. Het liefst 3. Maar wel gewoon heel dag thuis met Peppy. En hopelijk raakt hij dan een beetje zijn energie kwijt. En misschien is het al wat minder. Maar vanochtend, man, 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 dat was echt niet normaal. Nou. Oh, maak ik hem nou kapot? Of hoort dit? En dan? Ja! Dat is toch cool? Ben ik nou de enige die dit zo cool vindt? Zeg dat je het leuk vindt! Wauw! Zo! Ik schrik ervan. Ik vind het echt leuk. Je moet hem ook zo laten. Je moet hem zo in de koelkast zetten, ja? Ik ga hem vast plakken. Ik voel me bekeken. En ja, wat heb je met een vlog, hè? Nee, maar nu is die interessant. Ja. Deze mag wel weg, of niet? Zeg maar, doei lieve mensen. Dag lieve mensen. Merry Christmas. Tadaa! Soepje, hamburgers, broodje. Hallo. Tesla. Ik lig in bed. Het is nog niet zo heel laat. Het is pas 11 uur, maar ik ga lekker slapen. Ik was best wel vroeg wakker, dankzij de kat. De kat was er echt heel druk vanavond. Hij heeft heel lang op de gang gespeeld, gelukkig. Maar hij heeft echt van die dagen. Het is echt niet normaal. Dus ik hoop dat het een beetje oké blijft. Maar nou ja, we gaan het wel zien. Ik heb alles wat omgooibaar is echt goed weggezet. Zo van, oké, dat gaat me niet gebeuren. En we hebben nog eventjes lekker op de bank gezeten met z'n tweeën. En TV gekeken, 27 Dresses was op tv. En vind ik echt een superleuke film. Ook al heb ik hem echt al 4 keer gezien. Maakt niet uit, hij blijft leuk. En mijn vriendje zei net, vet lief, ineens. Schatje, als jij een auto gaat kopen, dan betaal ik de helft. What? Ik zei, maar dat is vet veel geld. Hij zei, ja, maar dat wil ik graag voor jou doen. Want ik weet dat je hard moet sparen voor een auto. En ik weet dat je het graag wil. En ik vind gewoon dat ik jou dan mag helpen, want ik verdien iets meer geld. En toen smolt ik echt helemaal van de liefde. Hij is zo lief voor mij. En ik denk dat hij zich ergens ook een beetje schuldig voelt. Omdat de auto die ik natuurlijk altijd had, was zijn 2e auto. En die heb ik 3 jaar lang gehad. En ik heb zelf gezegd, lever hem alsjeblieft in. Want het is jouw auto en jij betaalt er onwijs veel kosten voor, terwijl ik ermee rijd. En ik heb niet echt een auto nodig. Ik kan bijna alles op de fiets doen of met het OV. Alleen ik vind een auto rijden gewoon super leuk. Het is een van mijn grootste hobby's. Ik word heel relaxed van auto rijden. Ik geniet daar echt van. En of je nou met het OV gaat of met de auto, scheelt vaak per kosten niet heel erg veel. En ik vind het gewoon leuk. Ik wil gewoon lekker de auto kunnen pakken en overal heen kunnen gaan. En ik hoef niet een heel duur autootje, weet je. Ik denk, ik heb even met Nick zitten kijken, dat als ik een autootje van 3000 euro koop, dan kan ik voorlopig vooruit met het idee, oké, het is een goede auto. Als ik echt aangereden word op de snelweg of wat dan ook, dan ben ik veilig. Het is niet een auto zoals bijvoorbeeld de oude Twingo's en de oude Ford Ka's. Dat zijn echt rammelbakken. Sorry voor mijn gesnotter trouwens, maar het wordt s'avonds weer erger. Sorry. En ik wil denk ik of de Chevrolet Matisse of de Kia Picanto, maar dan wel de oude modellen. Zeg maar niet de nieuwste modellen, want ben je gelijk 10.000 euro kwijt. Ik heb een soort van 3.000 euro is de max in mijn hoofd. Dat geld heb ik nog niet. Dat is het allermooiste, dat heb ik nog helemaal niet. Sophie en sparen is echt
ik kan echt niet sparen. Maar ik krijg natuurlijk aardig wat geld van mijn werk. Omdat ze mij af moeten kopen. Omdat ze mij ontslaan. En dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Maar als ik dan straks een baan ga zoeken en ga vinden, hopelijk. Dan wil ik er ook echt wel voor gaan sparen. En ik ga... Ja, ik heb al wel wat spaargeld. Niet veel, maar wel wat. Dus ik hoop in ieder geval volgend jaar maart of zo een keer een autootje te kopen. En ik betaal de helft. Dus hè, dat scheelt alweer een hoop. Super, super lief. I love you. En nu ga ik lekker slapen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik gedaan heb vandaag. Morgen is er weer een nieuwe vlog, een nieuwe dag. Bedankt voor het kijken. Welterusten. Oké, what the fuck. Het is 11:30 en de kat flikkert echt iets om gewoon. En ik dacht echt dat het niet kon. Oh, dus ik lag echt te slapen al gewoon. Ik ging naar beneden. Een box. Een freaking box. En die boxen zijn echt zwaar. Dat zijn die hele langwerpige die naast de tv staan. Die wegen echt wel wat. En ik denk, hoe dan? How? Hoe doe je dat? En waarom doe je dat? Oh, hij is weer zo druk. En ik lag zo leuk te slapen. Maar ja, ik heb hem weer rechtop gezet. En hij is wel geschrokken, want het gaf echt een harde klap. Dus ik denk dat hij nu wel lekker gaat slapen. Net als ik. Welterusten. Goedemorgen! Het is dinsdag en het is 9:30. Ik heb heerlijk uitgeslapen. En ik wilde nu wel even uit.